Zo, Martijn van der Steen, co-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Ja, heel goed. Aan het Voorhout in Den Haag. Ja, nou, leuk om samen even een gesprek te houden. Ja, leuk. Ik dacht misschien leuk om te beginnen met inderdaad voorstellen en wie je bent, wat je doet. Je doet ook onderzoek en je komt op allerlei plekken en je spreekt mensen. En wat is jouw belangrijkste onderwerp? Ja, nou, dat is altijd ingewikkeld omdat ik een aantal onderwerpen heb die ik belangrijk en interessant vind. Maar die hangen wel samen. Tenminste, dat hou ik mezelf in ieder geval altijd voor. Het eerste is, ik ben bestuurskundige, daarnaast historicus. En mijn proefschrift ging over de toekomst. Hoe toekomst in beleidsontwikkeling en politiek een vorm krijgt. Dus dat soort tijdsperspectief vind ik heel interessant. En dat gaat over hoe de overheidsorganisatie zich ontwikkelt. Maar ook hoe je beleid kunt maken wat ook op langere termijn houdbaar is. Dus dat is één domein wat ik interessant vind. Het tweede is wat je kunt noemen netwerksturing. Dus hoe stuur je nou in netwerkomgevingen waar de verhoudingen erg gelijkwaardig zijn geworden. Dus van een soort bovengeschikte sturingsrelatie naar tussen de rest, één van de rest. Hoe doe je dat? Hoe werkt dat? En wat gebeurt daarin? Dat vind ik heel interessant. En het derde thema, dat hangt daar ook wel wat lichtjes mee samen, dat is hoe ontwikkelt nou de overheidsorganisatie zich als organisatie? Dat vind ik, vind organisatievragen ook wel interessant. Hè? Dus mensen die hebben het dan over, moeten we dat integraal doen of ontkoken of zo? En ik vind het interessant om dan de vraag te stellen van, maar hoe gaat dat dan werken? Hoe werkt dat dan concreet? Hè? En hoe organiseer je dan ministerie verantwoordelijkheid? Hoe werk je dan samen? Dat vind ik een heel interessante vraag. Dat zijn drie thema's die wat los van elkaar liggen, maar ook wel, als je het je best doet, wel prima met elkaar te verbinden zijn. Ja, ja. En ik werk hier bij de NSB, wij zijn opleidingsinstituut en denktank. Dus we bieden opleidingen aan voor ambtenaren. En daarnaast doen we sinds een aantal jaar eigen onderzoek. En dat varieert van elektrische auto's tot hoe geef je vorm aan 5 mei, tot de jeugdzorg, het elektronisch patiëntendossier, integriteitsonderzoek. Rond, open data, allerlei onderwerpen waarbij we steeds proberen te kijken van hoe kun je nou academische theorie met praktijk verbinden en hoe kun je nou bestuurskundige concepten op zo'n manier toepassen dat ze het leiden tot handelingsopties voor practitioners. Mm-hmm. En wat aan theorie is volgens mij geen gebrek, maar die verbinding van hoe kun je theorie nou laten werken in de praktijk en hoe kun je van praktijk ook weer leren, dat is volgens mij echt een interessante uitdaging. Ja. En je hebt het over die netwerksturing en hoe eigenlijk de overheid dus een van de spelers wordt in dat veld. Ja. Je zegt er is al veel theorievorming over. Kun je daar wat van zeggen? Er is heel veel theorie. Dus toen ik bestuurskunde studeerde, toen praten we al over publiek-private samenwerking en netwerksturing en dus de hele Erasmus Universiteit is er groot mee geworden en er zijn fantastische boeken over geschreven. Alleen wat ik interessant vind is, ik vind 2.0, dat is een beetje een soort te veel gebruikt begrip, maar dit is echt wel, vind ik, netwerksturing 2.0. Omdat het inmiddels echt gaat over andere dingen. Niet van, heel veel netwerksturing gaat over nog steeds verticale sturingsrelaties, maar dan waar je niet één partij aanstuurt, maar meerdere. Of over publiek-private samenwerking, hele specifieke vormen. Maar wat ik heel interessant vind is een soort de bottom-up kant daarvan, waarbij overheden steeds minder kunnen doen, gewoon omdat ze geen geld meer hebben of omdat we geen regels meer willen, dus hun capaciteiten nemen af. En buiten, dus in de samenleving, heel veel partijen juist opstaan en assertief zijn en aan het werk zijn en zelf ook naar het publieke domein treden. Voor een deel zijn dat burgers die dingen doen, voor een deel zijn het publieke ondernemers en voor een deel zijn het ondernemingen, zoals woningcoöperaties, onderwijsinstellingen, het hele maatschappelijk middenveld, wat natuurlijk in Nederland gewoon heel groot is en heel veel doet. En die is wel als het ware op en de overheid krimpt een beetje in en dan ontstaat een heel nieuw speelveld waarbij je dus tussen allerlei partijen moet opereren. En wat ik dus het meest interessant vind, heel vaak denken wij netwerksturing en allerlei horizontale begrippen, zeg maar vanuit de overheid, zo van er komt aan de randen. Ontstaat wat netwerkachtigs en dat zit een beetje aan het uiteinde, omdat we steeds beginnen bij de overheid. Ik vind het interessant om aan de andere kant
gehad. Ja, precies. Daar heb je de tuinman in de wijk. Dat is een soort vrijwilligersinitiatief. Er zit ook wat geldstromen achter. En die leggen in allerlei oude stadswijken met mensen, met vrijwilligers uit de wijk, leggen die plantsoenen aan. Nou, je zegt, wat is daar nou mis mee? Alleen interessant is dat ze dat doen op plekken waar zij vinden dat dat plantsoen goed past. Maar dat is niet per se de plek waar het ook staat ingetekend in de plattegronden. Dus dat noemen we het ook wel guerrilla gardening. Ze leggen gewoon plantsoenen aan op plekken waar de burgers, dus de bewoners of de inwoners van die wijk vinden dat dat handig is. En dat doen ze met elkaar en dat ligt er dan. Alleen de vraag is dan, wat doe je daar als overheid mee? Op het moment dat je daar dus rondloopt, de dienst de handhaving loopt daar langs. En die stelt daar vast van, er ligt hier een... En die mensen hebben stoeptegels eruit getrokken en die hebben hier een plantsoentje aan. Ja, kan dat dan? Hè? Of de ruimtelijk beheerdienst, die plant allerlei onderhoudsvriendelijk lelijk groen, waar je dus niet naar om hoeft te kijken, maar wat ook mooi is. Nou, dan halen zij dan het lelijke groen eruit en zetten de bloemen in bijvoorbeeld. Maar dat betekent wel dat er iets onderhouden moet worden. Nou, dat willen zij best wel zelf doen. Alleen, dat wijkt dus af van de gemeentelijke plannen. Nou, dat is een klein voorbeeldje, maar wat daar steeds gebeurt is dat de overheid zelf plannen en ideeën heeft over het beheer van de ruimte. Nou, doet dat vaak onderhoudsarm en relatief goedkoop. Maar dat bewoners daar zelf heel andere ideeën over hebben. En dus niet eerst een brief sturen van, goh, mogen we daar een plantsoen aanleggen? Ja of nee, een vergunning aanvragen. Ja. Maar dat op een gegeven moment doen en dan ligt dat daar. En dan zeggen ze, nou, we onderhouden het ook wel en dat doen ze ook netjes. Maar je zegt vaak, zit er ook wel financiering in van de overheid om dit soort dingen mogelijk. Nou, ik vond natuurlijk veel van die, veel van die initiatieven, die zijn ook slim en die halen ergens op een gegeven moment geld vandaan. Ja, dus die zijn vaak intelligent om ergens een klein subsidiepotje vandaan te halen. Ja. Alleen, daar zit een belangrijk onderscheid in. Wat zij niet, zij bestaan niet omdat ze op een gegeven moment een projectvoorstel hebben ingediend, subsidie hebben gekregen en aan het werk zijn gegaan. Het is eigenlijk andersom, zij zijn vaak al bezig. Niet opdracht gestuurd, maar... Ja, en op een gegeven moment gaan ze nadenken van, goh, we zijn al bezig, we moeten materialen kopen, waar zouden we wat geld vandaan kunnen halen? Ja. Maar heel veel van die initiatieven halen wat weg bij de gemeente, maar ook bij de woningcorporaties, die investeren daar heel dik in, dit soort dingen. Nou, gewoon sponsoring. Maar wat is dan de volgende stap? Want dit is nog een guerrilla, er gebeuren wel vaker dingen in de samenleving, waar de overheid op moet reageren. Ja. Maar wat natuurlijk interessant is, hoe ga je daar gebruik van maken? Want nu staat er goedkoop groen, maar lelijk groen bij wijze van spreken. Mm-hmm. Of andere voorbeelden waarbij de dienstverlening is uitgekleed. Ja. Maar waar je naartoe wil, is dat je juist die samenwerking, dat je goedkoop kan werken door samenwerking met burgers of wat dan ook. En dat je dan wel iets leuks krijgt. Ja. Ja, nou dat vind ik dus de vraag. Hè, van, kijk, ik vertel dit verhaal al veel, ook aan, dus in twee contexten. Bij ambtenaren en bij de publieke ondernemers of de vrijwilligers die dat doen. En de idee dat daar een soort samenwerking uit voortvloeit, die is niet echt logisch hoor. Of niet vanzelfsprekend. Dat hoeft helemaal niet dat je dat samen gaat doen. Sterker nog, volgens mij heel veel van die initiatieven, die gedijen juist goed omdat ze onafhankelijk zijn. Dus aan de ene kant is er bij de overheid heel erg een behoefte om hiermee samen op te trekken en dus dichtbij te komen. Alleen in die initiatieven zitten ze daar helemaal niet per se op te wachten. Die worden liever met rust gelaten. En wat zij dan zeggen is, wij vinden het prettig dat als wij zo'n tuintje aanleggen, dat het er niet uitgehaald wordt. Want dat gebeurt ook wel eens, dan komt het Dat is weer ander uit, dus, hè? Maar... Ja, laat ons maar een beetje met rust. En dat heel veel van die initiatieven, die willen liever met rust gelaten worden. En wat volgens mij de kunst is de uitdaging van overheidsoptreden, is om daar een soort verhouding te vinden. Kijk, sommige dingen kun je volgens mij prima met rust laten en zien wat er komt. Sommige dingen moet je misschien ondersteunen. En dan is de vraag wat ondersteuning is. Is dat het financieren of is dat een heel klein beetje geld geven? Is dat een beetje expertise ter beschikking stellen? Bij sommige initiatieven vind ik, die moet je gewoon verbieden. He, dus niet van dat ik alles maar wil verbieden, maar de consequentie van dit. Kijk, heel veel doe-het-zelf-achtige voorbeelden zitten heel erg in een soort vrolijk discours. Dat we allemaal vinden van, het is goed, daar gebeuren mooie dingen en als mensen het zelf maar bedenken is het goed. Ja. Alleen, er zijn natuurlijk ook praktijken waar anderen last van hebben bijvoorbeeld. Of waar dingen gebeuren die we in strijd vinden met de rechtsstaat. Dus de maffia is ook een zelforganisatie, maar daar houden we niet zo van. En dus sommige dingen
sommige domeinen, vind ik, zou je als overheid ook kunnen zeggen van daar willen we wel hard zijn, daar willen we wel afbakenen, begrenzen. Alleen de discussie welke domeinen dat zijn, is per definitie een politieke discussie. Ik heb daar zelf dus ook geen voorkeur voor, geen ideeën over van dat zou wel of dat zou niet moeten, maar de politiek, er ontstaat vaak het idee dat in die relatie tussen overheid en samenleving de overheid met alles mee moet bewegen en alles moet faciliteren. En dat vind ik dus niet. Ik vind dat je best op basis van stevig politiek debat kunt zeggen van nou, die onderwerpen, daar stellen wij een grens. Ja. Dus veiligheid, er gebeurt heel veel op het gebied van private veiligheidszorg, hè, private beveiligers, dat soort dingen, private politiediensten, burgerwachten. En daar gebeurt dus heel veel. Maar de vraag is wel echt, vind ik, of je daar als overheid in mee moet bewegen. Of dat je daar misschien grenzen moet trekken. Of niet. Hè, maar dat zouden politieke discussies moeten zijn die, die veel meer gevoerd mogen worden. Ja. Nu gebruik je een beetje een pleintje, dat is dan nog... dan kun je wel zeggen, nou oké, daar ontstaat dan een initiatief, daar is dan iets van groen. Ja. Daar zit natuurlijk toch een soort van overneming van de overheidstaak dan min of meer. Ja, alternatief. Ja. Maar goed, dat is wel een heel klein dingetje. Ja. Kun je dat nou, zijn er ook grotere voorbeelden? Want je zegt, hey, dat is interessant, daar zie ik een verschuiving eigenlijk van een taak van de overheid naar dat soort initiatieven. Nou ja, want er zitten twee dimensies aan deze vraag. Eén is, hoe kom je van klein... Van 1 naar 100 bijvoorbeeld. Het gaat over opschalen. Uh-huh. Sommige initiatieven beginnen als 1 en eindigen in 120, 130, 140. Kijk naar het Thomashuis bijvoorbeeld. Dat is gewoon ergens als 1 initiatief begonnen. Dat is nu heel groot. Buurtzorg is ook een interessant voorbeeld. Dat is een zorgonderneming die via een soort celdeling groeit. Ja. Van onderop groeit. Die openen niet een filiaal, maar ergens besluiten mensen om met filiaal, hulpenpub. Te openen. Dat zijn voorbeelden die van klein heel erg in schaal zijn gegroeid. Nou, dat is één model en dat is ook de vraag van hoe krijg je dat vooruit. Nou, dan kun je bijvoorbeeld franchise-achtige constructies bedenken. En de andere vraag is van komt dit nou ooit op een soort schaal dat het echt een soort alternatief is voor de overheid? En wat natuurlijk in Engeland interessant is de hele discussie over de Big Society en wat ze daar ook gewoon een praktisch gevolg aan hebben gegeven. Daar zitten wel een soort centraal gestuurde grote ambities achter. Hè. Dus het idee van dat zo'n right to challenge-achtige wetgeving, waarbij gewoon in één klap door het hele land zelforganisaties of andere coalities van maatschappelijke partijen zeg maar, mee kunnen offereren voor allerlei grote dienstverleningscontracten. Ja, dat is wel een hele grote verandering. In de manier waarop wij publieke voorzieningen organiseren. En dat zou in Nederland ook kunnen. Voor een deel is dat soort wetgeving al in de maak. Alleen wat wel heel lastig voorspelbaar is hoe dat uitpakt. En dat is natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk ook nog heel onzeker. En heel verschillend. In sommige plekken leidt dat tot inderdaad grote coalities of grote vernieuwing. En op andere plekken gebeurt natuurlijk helemaal niks. Ja. Nou ja, en soms dan is het meer een bedrijfsleven ding lijkt me. En dat is meer een neoliberalistische inslag. Ja. Zelfstandiging, vermarkting. Ja. Ja. Maar waar je naartoe wil natuurlijk is volgens mij eerder van hoe zorg je nou dat er een soort van diversiteit aan partijen ontstaat volgens mij. Ja, nou was het idee achter de Big Society is juist geen vermarkting. Daar is het idee, de kritiek erop is dat het erg ontaard in vermarkting. Ja. Het idee van Big Society is dat je in de drieslag publiek, privaat, gemeenschap, dat de gemeenschap veel meer aan zet komt. Ja. Zij stellen eigenlijk vast dat de privatiseringen mislukt zijn en dat de collectivisering eigenlijk mislukt is. Ja. En dat komt, is de analyse, omdat de gemeenschapselementen ontbreken. En wat zij proberen is om die gemeenschapsvorming, om de gemeenschap aan zet te brengen. Ja. Dus het idee van Big Society is dat er een soort collectieven ontstaan van burgers of van betrokkenen die zich dan organiseren en aan het werk gaan. En dat kan zijn dat ze het zelf doen of dat zij dan wel weer partijen inhuren om het voor hen te doen, maar dat zij er aan zet komen. En de kritiek daarop is dat het ontaardt uiteindelijk in privatisering, omdat uiteindelijk de gemeenschap niet in staat is of daar geen zin in heeft of dat het toch te lastig is om je te organiseren en dat er uiteindelijk toch gewoon weer bedrijven komen die het overnemen.
Nee, ik kan me ook voor, hè, want je zou nog kunnen zeggen van nou ja, je wil dus dat de rol van de overheid meer wordt, niet om het uit te voeren, maar meer in die facilitaire rol, ja. De faciliterende rol, om die mensen aan zet te krijgen in die gemeenschappen. Maar er is altijd zo'n moment eigenlijk dat het over moet. En op het moment dat het niet over is, dan kijkt iedereen van oh nee, het ligt nog bij de overheid, dus het is verder prima. En op het moment dat het over is, dan ligt het plotseling daar. Ja. Nou, dat vind ik een heel interessant thema. Bij heel veel vraagstukken is het zo van als je zegt van doen we dat nou over 10 jaar nog op deze manier, dan zeggen heel veel mensen nee. Hè, door hypotheekrente aftrek staat het mooiste voorbeeld van. Maar er zijn natuurlijk ook in de WMO en in de heel veel welzijns in die hoek. Er zijn heel veel dingen, daar heeft iedereen het idee van over 10, 15 jaar is dat echt anders. Mm-hmm. Alleen hoe je daar komt, dat is een veel lastigere vraag. En wat ik een heel interessant thema vind is, hoe stop je nou met dingen? Dus voor een deel is dat oud werk van Herman van Gunsteren, een mooi boekje, stoppen. Maar wat volgens mij het grote dilemma is waar overheden mee kampen, is of zij dus kiezen voor de harde landing, een beetje cold turkey-achtig, in één keer stoppen. Ja, is dat een werkland, zullen we zeggen, dat voorbeeld? Ja, gewoon stoppen met dingen en zien wat er komt. Met als idee van dat schok-effect van wij zijn er echt niet meer, maar ook echt niet meer. Dat leidt tot nieuwe dynamiek en dat mensen zeggen, oké, dit gebeurt dus echt niet meer, het komt ook niet meer terug. Nou, dan gaan wij het doen. En dan blijken mensen natuurlijk heel goed in staat om heel veel dingen te doen. Dat is de andere kant altijd. Van mensen blijken heel veerkrachtig om nieuwe oplossingen te zoeken voor dingen die er helemaal niet meer zijn. En de andere route? En de andere route, ik vind dat wij die erg kiezen, dus wij in Nederland kiezen, wij kiezen erg de route van de zachte landing. Dat is het afbouwen van dingen, dus het rustig afbouwen. Bezuinigen met grote klappen, die dus in de aantallen wel groot zijn, maar ja, veel kleiner zijn dan wat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. En die dus wel hard aankomen, omdat mensen verliezen hun baan, of het kost geld, of ze moeten meer gaan betalen, hogere eigen bijdrage, en dan gaan dingen uit het pakket. En dus het leidt tot minder, maar het leidt niet tot nieuwe dynamiek. Nee, dat bedoel ik. Ja. Is meer dat de dienstverlening minder wordt, maar er zit geen stimulans in om dingen zelf op te pakken. Nee, dus het ingewikkelde is dat het lijkt vriendelijker, hè, van we bezuinigen niet met 40%, maar met 5%. Alleen in die 5%, die is te klein eigenlijk om nieuwe dynamiek op te wekken. Dus mensen stappen niet, nog steeds niet, op grote schaal naar voren om te zeggen van weet je wat, heel veel dingen die nu in de WMO zitten, die gaan we wel zelf doen. En dus het busvervoer, ik noem maar wat, voor ouderen die niet meer zelf mobiel zijn, dat gaan we wel zelf doen. Hè. Of er was toen in de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten werd een heel groot thema, het busvervoer naar sociale werkplaatsen. Mm-hmm. Nou, wat er dan wat afgeschaft werd. Dat zijn natuurlijk prima dingen die mensen onderling kunnen doen. Alleen het idee van de collectieve sector is nog steeds dat die dat nog steeds doet. Ja. Maar wat je dus beschrijft is wel een ontwikkeling naar een kleiner wordende rol van de overheid. Je zegt aan de andere kant dat op termijn die rollen wel opgepakt zullen moeten gaan worden door andere constellaties, samenwerkingsverbanden, et cetera. Hoe zou dan wel die brug kunnen maken tussen die twee situaties? Hoe zou dat vanuit de overheid wel moeten aanvragen? Ja, nou, volgens mij is dat er zitten heel veel van die dingen gebeuren. Hè? Dus er zijn heel veel activiteiten buiten en die zijn wel heel vaak, die zijn kleinschalig, maar die worden er wel steeds meer. En dan kun je zeggen natuurlijk, als het maar heel weinig is, dan wordt het wel heel gauw wat meer. Hè? Maar er gebeurt echt veel. Er gebeurt echt veel. En als je kijkt naar waarom dat gebeurt, waarom mensen aan de slag gaan, dan is dat altijd omdat ze een concreet problemen ervaren, gewoon in directe nabijheid. En omdat ze vaak, nou, soms via ICT en soms gewoon via informele netwerken, heel goed in staat zijn om nieuwe oplossingen te organiseren. En dus ze kunnen prima met z'n allen een taxidienstje organiseren, even een schemaatje maken, en dat kan ook web-based. En dus dat oplossingsvermogen, dat is er ook. En dat wordt volgens mij ook steeds groter. Mensen worden steeds geëmancipeerder, steeds vaardiger om dingen zelf te organiseren. En dat leidt ertoe dat ze steeds actiever worden. Maar hoe spreek je dat eigenlijk aan vanuit de overheid? Volgens mij is dat dus de vraag hoe je dat aan moet spreken. In de zin van wij gaan nu daarop sturen of zo. Hè. Volgens mij is het voor een deel ook. Ja, laat dat maar gebeuren. Laat dat maar opkomen. En alleen waar het pijnlijk wordt
is dat de manier om het laten opkomen is om zelf minder te gaan doen. Omdat het uiteindelijk begint op het moment dat mensen concreet zelf een probleem ervaren. Op het moment dat je de bibliotheken sluit, ik pleit helemaal niet voor het sluiten van alle bibliotheken in Nederland, maar op het moment dat je in gemeente een bibliotheek sluit, worden mensen boos en die zeggen dan, wat is dat nou voor onzin? Het is toch belangrijk dat kinderen hier kunnen lezen en die gaan een bibliotheek oprichten. En dat kan online, dat kan ook zijn door, dat kennen allemaal van dat soort voorbeelden, en dat kan ook zijn dat je een pandje opent of dat de woningcorporatie dat beschikbaar stelt en dat je dan mee boeken naartoe brengt. Maar moet het altijd via het eerst sluiten en dan weer stappen terug? Ja, liever niet, of, maar kijk, is het ook mogelijk om te definiëren van, nee, als we het zo doen, en vanuit de samenleving wordt dat bijgedragen, vanuit de overheid wordt dat bijgedragen, slimme constructies met A en B. En zo creëer je een soort co-creatie. Nou kijk, dat zou mooi zijn. Hè? En alleen wat ik er last aan vind, dat is natuurlijk mooi als het rondom concrete problemen lukt. Hè? En in heel veel gemeenten, en ik noem het steeds voorbeeld van de gemeente omdat het heel concreet is en omdat die toch wat dicht vaak op dit soort initiatieven zit. Een aantal mensen in de gemeente zitten heel dicht op dit soort initiatieven. Daar wordt natuurlijk voortdurend gekeken naar, kunnen we co-productie doen of co-creatie doen. Alleen waar ik een beetje van weg wil blijven, is dat het een soort fasemodel wordt van, nu doen wij het zelf, dan gaan we het vervolgens soort samen doen, nemen wij het initiatief en nodigen we partijen uit en gaan we samen nadenken over hoe we tot productie kunnen komen. En dan eindigt het misschien dat zij het zelf gaan doen. Er zit een soort afbouwachtig idee achter. Terwijl volgens mij de beweging veel radicaler en schoksgewijzer is dat, en nu doen wij het zelf, en terwijl wij het zelf aan het doen zijn wij buiten allerlei partijen bezig. En dan laat ik iets anders vragen dan, van, is het nou zo dat altijd zwart-wit is? Want het ligt nu bij de overheid, nee, het is 100% en straks is 0%. We moeten het eerst 0% maken en dan... Nee, het is een hele grote grijze brei, waar heel veel dingen, heel veel van die maatschappelijke initiatieven, die zijn een alternatief voor een bestaand collectief iets. En dus wat in wijken vrijwilligers zelf organiseren, dat is vaak precies hetzelfde als wat het welzijnswerk al lang aanbiedt, namens de gemeente. Mm-hmm. Of door collectief geld gefinancierd. Het zijn gewoon concurrerende werelden die naast elkaar bestaan. En dus het is een groot grijs gebied waar iedereen actief is. Alleen wat ik een belangrijk punt vind, is dat je die maatschappelijke initiatieven, dat je die ruimte geeft en dat je die in de lead houdt. He, dus dat je niet het idee hebt van, wij gaan daar de dialoog eens mee aan of wij gaan eens... Is dat toch zo'n right to challenge eigenlijk? Ja, dat vind ik toch heel belangrijke voorwaarden. Kun je het beter, laat maar zien en dan mag je het hebben. Ja, kijk, wat ik interessant vind, dat als je naar die initiatieven kijkt of als je ermee praat, je kunt ze gewoon zien, je kunt er naartoe. En je kijkt naar wat voor geld zij nodig hebben, dan zijn dat hele kleine bedragen. En dat gaat over soms 50, 500 euro. Ja. Nou, voor al het geld wat ze ophalen bij de overheid, want ik zeg dat ze sturen soms ook wel eens een voorstelletje in, moeten ze een hele subsidiemodus door. Ja. Terwijl volgens mij, als je die initiatieven wil laten bestaan, kun je veel beter kleine, soort strooigeldachtige potjes maken. Ja. 500 euro. Wat, ook in Rotterdam toch? En wat je goed kunt doen, is het overdragen van kapitaalgoederen. En dus dat is een Air Big Society-achtig idee. Het overdragen van gebouwen. Zoals van trust en dat soort dingen. Ja, dat je dat soort zaken doet. Omdat dat weer mechanismen zijn waarmee vrijwilligers weer verder kunnen. Ja. En je moet ook toelaten, dat is natuurlijk de interessante kant, van dat zij zelf eigen financiering komen zoeken. Dus dat tuiniervoorbeeld, die gaan naar de zorgverzekeraar en die vinden dat wel een leuk project. Hartstikke gezond. Die situeren dat een beetje. Die sponsoren eigenlijk. Dus de rol van de overheid is juist om te zeggen van, hoe zorgen we ervoor dat dit soort initiatieven in de lead komen? Hoe bieden we er ruimte voor naast bestaande constructies? Hoe want heel vaak kleine micro-kredietjes als het ware. Ja, kleine dingetjes. Ja. Ja. Maar ook dus heel veel. De rol is ook dat je toelaat dat er buiten jouw eigen weten soms gewoon dingen gebeuren. En dat zie je aan de andere kant, wat ik me ook afvraag, van uiteindelijk heb je ook die, waar je het ook al over had, grenzen waar je niet over hebt. Ja, dus uiteindelijk zit ook wel weer de kwestie van die andere rol van de overheid. Ja, dat vind ik het lastige van, kijk, dit soort discussies worden heel vaak als een soort, dit soort verhalen worden heel vaak als een soort hoera verhaal gepresenteerd. Alleen, er zit echt keerzijde aan. En
zelf. Krijgen ze inmiddels ook een subsidie voor, dat ze dat slim hebben gedaan als sponsoring. Maar een van de vragen die de gemeente daar dan stelt is van ja, wat is de continuïteit hiervan? En terwijl de essentie van dit soort programma's is, dat die continuïteit er niet is. En dus je weet niet of het over 10 jaar nog bestaat, of over 5 jaar. En natuurlijk, inderdaad, als ze ruzie krijgen, er zijn 3, 4 mensen die dan altijd de speelvormen van dat soort dingen, ja, dan is het initiatief weg. Ja. Alleen ik vind dat voor dit soort initiatieven impertinente vragen. Het gaat er niet om over of je over 4 jaar bestaat, het gaat erom of je deze zomer... Als het over buurtbarbecue gaat, is wel iets anders dan wanneer het over jeugdzorg of ouderenzorg gaat. Als daar plotseling zeker een hele ouderenzorgorganisatie wegvalt omdat ze toevallig eens ruzie hebben, ja. En wie pakt het dan op? Ja, nou, goede vraag. Wie pakt het dan op? En, dus ik pleit niet voor dat allerlei dingen in moeten storten en dat we daar niet over. Alleen als je die vraag omkeert en als dat het argument wordt, is er continuïteit, ja, dan zeg je eigenlijk dat je dit soort voorzieningen alleen nog georganiseerd wil hebben door onpersoonlijke instituties. Ja, of laat ik het omdraaien, want je had in het begin hadden we over netwerksturing. Ja. Dat is natuurlijk ook zo'n vraag. Netwerksturing is ook een kwestie van, als ik via netwerken ga werken, hoe zorg ik er dan voor, hè, want je hebt uiteindelijk een politieke opdracht, hoe zorg je dat die politieke opdracht wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld als ambtenaar. Dan kan ik via netwerken en dit soort initiatieven van allerlei dingen bij elkaar brengen, hè, en kan ik alsnog, zo maar zeggen, die opdracht min of meer uitgevoerd krijgen, ja. Alleen niet in de vorm van opdracht, maar door samenwerkingsverband. Ja. En dus dat vraagt wel andere manier van werken om dus toch die sturing te krijgen, toch? Ja. Herken je dat verhaal, zou ik zeggen, vanuit een politieke opdracht? En de overheid die moet uitvoeren, maar dan via dit soort constructies? Ja, kijk, het eerste werk wat wij rondom dit onderwerp deden, dat ging over het thema beleidsrealisatie in netwerken. En toen we daarmee begonnen, vonden we dat een beetje een vervelende titel. Omdat het woord beleidsrealisatie vonden we eerst contrair aan het werken in netwerken. Ja. Dat het heel erg primaat bij de overheid ligt. Mm-hmm. Na afloop, of terwijl we bezig waren, vonden we dat eigenlijk een heel passende titel. Omdat het namelijk is waar het over gaat. Er bestaan ook in de netwerksamenleving gewoon politieke doelen, politieke prioriteiten, de minister of de wethouder die wil wat, en de overheid, ja, die gaat daar vervolgens voor lopen. Ja. Punt is alleen dat je die doelen tegenwoordig realiseert niet door ze zelf uit te voeren of door geld te schuiven of door dingen af te kondigen, maar door te opereren in die netwerkomgeving. En wat volgens mij de kwaliteit is van die, zeg maar, overheidssturing in de netwerksamenleving, is dat je in staat bent om in te zien welke partijen eventueel gekoppelde belangen hebben. Dat je netwerken die er al zijn herkent en als je het idee hebt, een soort intelligent nadenken over van ja, hoe werkt dat nou, hoe gaat het daar werken? Als je ziet dat daar al iets ontstaat, nou, dan laat je het lekker bestaan. Mm. Als je in terreinen ziet van oké, er zijn wel partijen die in potentie dit samen zouden kunnen realiseren, maar ze komen niet tot elkaar, nou, dan kun je een soort platform creëren. Je kunt ze op de tafel zetten met elkaar, kennis laten maken. Ja. Heel vaak bestaan dat soort dingen niet. Hè. Soms zijn netwerken diep geworteld, maar heel vaak ook niet. Ja. Nou, dan kan je het netwerk bij elkaar brengen. Ja. En soms moet je eerlijk zijn en constateren dat in dat gebied, op dat onderwerp, komt er niks van de grond. Als wij het hier niet doen, doet niemand het. Nou, als dat je constatering is, dan kun je alsnog zeggen van, dan ga ik zelf dingen doen. En netwerksturing is volgens mij, zeg maar, met die soort schakeringen kijken naar de werkelijkheid en inschattingen maken over waar is het netwerk nou zelfredzaam, waar is het veerkrachtig, en waar is het sterk. Waar heeft het nog een zetje nodig? Hoe ziet dat zetje er dan uit? Is dat partijen bij elkaar brengen aan tafel? Is dat geld geven? Is dat kennis aanbieden? Ja, en op sommige plekken dus vaststellen van oké, hier gaat gewoon niks gebeuren. Ja. Of er gaan hier dingen gebeuren die we helemaal niet willen. Hè? Ja. En daar kun je dus nog instappen. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van regiegel. Ja. Ik noem het meestal faciliterende rol, maar het is ook een beetje, je kijkt wel vanuit je opdracht als overheid van... Ja. Hoe gaan we dit realiseren? Welke partijen zijn er mogelijk? En lukt dat? Ja. En ten tweede zit daar natuurlijk ook een deel van die garantie eigenlijk in. Dat je uiteindelijk wel in de gaten houdt of het gebeurt. Jawel, je kunt zo'n minimumniveau afspreken. Kijk, ik vind heel veel van de dingen die ik zeg, die zou je heel prima kunnen vatten onder het woord regierol. En dus ik vind dat een goed woord. Alleen tegelijkertijd zie ik ook hoe het woord regierol vaak een partij uitpakt. Ja. En dat is of een soort recensierol, van dat alle recensies voor dingen die wat dan niet deugt.
eigenlijk een soort alternatief, ja, een soort ander woord is voor we doen het toch stiekem zelf. Ja. Wij bepalen wat u gaat doen. En, dus het is ja, dan is de regie veel meer van we geven een ander bedrijf de opdracht. Ja, ja, een soort van heel veel ambtenaren, wethouders denken echt dat ze in charge zijn van een aantal van netwerken. Maar dat zijn ze niet. Dus aan de ene kant is dat ja, het regisseren van het netwerk, inschatten wat er gebeurt. Ja. Maar ook gewoon accepteren dat het anders loopt dan jij denkt. En daar dan vervolgens weer intelligent op inspelen. Ja, exact. Ja. En dat laatste is misschien nog het moeilijkste hoor. Want ja, hoe verhoud je nou dat iets wat ontstaat, weet je, en wat ook waar mooie dingen gebeuren en het idee dat het uit zeg maar, van onderop komt, dat maakt veel initiatieven al mooi, tenminste veel bestuurders vinden dat mooi, hè, dat de samenleving zelf dingen doet. Alleen hoe ga je dan met de keerzijde die eraan zit? Ja. En, nou ja, dat vraagt inderdaad het daarop inspelen en flexibel daarin in meegaan. Dus niet zeg maar, over de balk of hoe heet dat? Of de heg gooien, op de schutting. Maar inderdaad, aan tafel blijven zitten. Die rol blijven. Ja, maar dat vind ik dus ook interessant. Heel veel van die initiatieven die ik ken, ja, die hebben helemaal geen zin om met ambtenaren aan tafel te zitten. Hè. Die zeggen zoiets van, nou, kom maar niet. Dus dat was in de tijd met de voedselbanken natuurlijk heel interessant. Dat die bleken er te zijn. De politiek ontdekte ze, hè, van, er zijn voedselbanken. Dat is een grote schande. En de Kamer gaf de minister de opdracht om met die voedselbanken aan tafel te gaan. Alleen heel veel voedselbanken hadden helemaal geen zin in. Want die snappen allemaal heel goed, op het moment dat je aan een subsidierelatie begint, dan, ja, dan zit je in een bepaald format in jouw relatie, waardoor je heel erg, je krijgt heel erg geld. Maar je conclusie kan dus ook zijn, de overheid heeft hier geen rol. Dat kan ook je conclusie zijn. Ja, dat kan zijn, maar en heel vaak wil die wel een rol, maar zal die hem niet krijgen, hè, blijft de deur dicht. En dat is ook wel even wennen, hè, voor veel ambtenaren, dat ze niet een logische plek aan tafel hebben. Terwijl ze het idee hebben dat ze iets zouden kunnen bijdragen. En dat heel vaak misschien ook wel echt wel zouden kunnen. Alleen niet alle partijen zitten er nu op te wachten. En dat is niet nieuw. En dat is denk ik altijd wel. Het is wel afhankelijk van de netwerkvaardigheden ook van die ambtenaren. Ja, nee, maar goed. Dat is een interessant punt waar je dan ook op komt. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. Maar ja, we zijn over de half uur heen. Dus, maar volgens mij is het toch allemaal wel redelijk aan het komen. Ja. Dus dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja.